Het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie. Wat deden we in september en wat gaan we doen in oktober? U hoort het allemaal in het Waterliniejournaal. Voorstellen, het grootste leger dat Europa ooit binnen heeft gedrongen, gestopt door water. Dat is toch een geniaal idee? Waar wij nu staan, kunnen wij de polders beter onder water laten lopen. Om zo oom Lodewijk tegen te houden. Nog even, en wij hebben verloren. Verloren waar mijn voorvaderen 80 jaar voor hebben gevochten. Doe dan mee! Hoe dan? Aanvallen! In opdracht van de Staten van Holland om die de polder onder water te zetten. Je moet je spullen pakken. Je moet je huis uit. Ik wil hier de verantwoordelijkheid niet verdragen. Het belangrijkste is dat wij te eten hebben en dat de oorlog zo kort mogelijk duurt, wie er dan ook wint. De Fransen komen eraan. Ze zijn de waterlinie overgestoken. Ze zitten al in de meien. Onze huizen zijn verwoest. Het enige wat het rest van ons dorp is onze brug. Geen keuze, het gaat om de Republiek. Er moeten offers worden gebracht om het land te redden. Ons land. Chef! Marieke. Zo jammer dit? We zijn hier bij de try-out van de musical Water en Vuur in Gouda. Tijdens de maand van de geschiedenis reist deze voorstelling door Zuid-Holland en Utrecht. En wij geven je alvast een voorproefje. Kun je het kort vertellen waar de musical over gaat? Het gaat over de jonge prins Willem III. Die moet ons land redden tegen het Franse leger. Hij zet polders onder water. Boeren zijn daar natuurlijk boos om. Maar het is een musical, dus het gaat natuurlijk ook over een boerenmeisje die verliefd wordt op een soldaatje. Ik speel Marieke Jansdochter, een boerenmeid uit Nieuwerbrug. En het leuke is dat Marieke echt bestaan heeft in de tijd dat de voorstelling speelt. Dus het is heel leuk om die rol te mogen vertolken. Ik kon jou niet laten opknopen. Nee, dat zou zonde zijn. Ja. Zij leidt een alledaags leven als boerenmeisje. En ineens wordt er land onder water gezet. De huizen wordt in de brand gestoken. En dan is er ook nog soldaat waar ze helemaal verliefd op wordt. Dus er gebeurt ineens zoveel waardoor het leven helemaal verandert. Maastricht wordt omsingeld door het Franse leger. Niemand kan de stad meer in of uit. Hoe is het voor jou om een verhaal over je regio te spelen? Ja, ik ben ontzettend trots dat ik zo'n verhaal mag spelen dat daadwerkelijk hier heeft afgespeeld. Ik heb kennis gemaakt met een heleboel personen. Eigenlijk Lodewijk XIV was wel bekend, maar een prins Willem III of de Mozes Pijven en het hele begrip van de waterlinie, dat heeft nu betekenis gekregen. In oorlog is geen tijd voor medelijden. Ik mag in de voorstelling Water en Vuur de rol spelen van prins Willem III. De prins van Holland die plotseling aan de macht komt omdat het rampjaar 1672 opeens verschijnt. Ja, het is grappig, want de Fransen waar hij tegen vecht, Lodewijk XIV, dat is de oom van prins Willem III. Mijn oom, Karel, die wordt wel tegengehouden door Michiel de Ruiter op zee. Dus het is één grote familie en toch is het een grote oorlog. Dus dat is leuk en interessant. Welk stuk is je het meest bijgebleven? Toch wel de romantiek. Ja, daar hou ik wel van. Hoe vond je het gaan vanavond? Ja, geweldig. Dit was de eerste keer voor het publiek. Heel spannend. Maar ja, ik ben heel tevreden en ik hoop dat iedereen komt kijken in oktober. Wat een musical. Ondanks alle rampspoed vond ik het een mooie beleving. Wil je meer weten over de musical Water en Vuur? Of wil je alvast kaarten reserveren? Ga dan naar de website maandvandegeschiedenis.nl voor meer informatie. En daar vind je ook de rest van het programma van de Maand van de Geschiedenis. Voorop ziet. Oeps.
17 september was in Bodegraaf het historisch festival in het hoofdkwartier van de Prins met schermutselingen bij de sluis. Het schip wat u aan kunt varen is trouwens net in dienst bij de equipage de Delft. U heeft een primeur. Oh, er is toch iemand geraakt. We hadden afgesproken dat er niet echt werd geschoten, maar ik geloof dat er nu toch iets misgaat. Ik ga er vandoor, ik blijf niet. Ja, de Fransen die gaan er... een overloper zelfs. Ik zie, dat gebeurde ook. Wie werkt voor de Prins? En Prins Willem III zelf was aanwezig. Mariniers, inwoners van Bodegraven. Ik ben trots op u. U heeft moedig weerstand geboden tegen de Fransen. Met zijn mariniers maakte hij een rondje door het dorp waar op dat moment de najaarsmarkt werd gehouden. In hun legerkamp rusten ze uit en konden ze een hapje eten. Maar er was meer. Haha! Hahaha! Dat is tenminste nog eens een goede trompet, ja toch? Ja. Ja, hè, die doet het tenminste. Ja, ik had eigenlijk een heel klein trompetje, maar die is eventjes pleiten, noemen we dat. Kijk. Ik zie er zelf een beetje uit als een marinier uit 1672. Maar de echte actie gebeurde in de buurt van Woerden. Hij kwam uit het hoofdkwartier van Prins in Bodegraven. En daar vertrok hij om Woerden terug te veroveren op de Fransen. Dus hij ging over de Oude Rijn met een aantal schepen. En pakte daar de pannenbakkerijen die aan de westkant van Woerden waren. Die pakte hij met zijn manschappen. Dus je ziet hier wat eenheden die opgestekt en opgesteld staan. De Fransen zaten al in Woerden. Die waren het er niet mee eens, dus die hebben een uitval gedaan met de cavalerie in de poging om die pannenbakkerij plat te branden. En dat is in die tijd is dat gelukt. In de tentoonstelling rond het hoofdkwartier van de Prins ziet u een schedel van een slachtoffer van de Franse verwoestingen van Zwammerdam en Bodegraven. Wanneer u de trap opgaat, ziet u veel originele gravures van verwoestingen en van de schansen bij Nieuwerbrug. En er staan vondsten van het Hof te Wadder, ook verwoest door de Fransen. Iets om mee te schieten. Oude kaarten? Nee, daaronder, van Fort Wierikschans. Nog meer kaarten? Hé, Giel de Ruiter! En nog twee mannen met lang haar. Het was in 1672. Een oude kaasweegschaal. En mannen die hier in het hoofdkwartier zijn geweest. En twee vrouwen. De vrouw en dochter van Giel de Ruiter. Echt iets voor jongeren. We zijn aan het einde gekomen van het Waterlinienjournaal. Wilt u meer weten over de Oude Hollandse Waterlinie in onze omgeving? Wat er toen gebeurde of wat er nu nog valt te beleven? Ga naar hoofdkwartier1672.nl, volg ons op Facebook of ga voor de hele Oude Hollandse Waterlinie naar oudehollandsewaterlinie.nl. Ik zie u graag weer terug in onze Waterlinie.